Ja, wat een geweldige middag. Cultuur in actie live vanuit Utrecht. Live. En ondertussen komen er ook live een heleboel reacties binnen. Waaronder van Tres Arniek. Cultuur maakt het leven mooi. Margriet Middel die zegt: The earth without art is just hell. En Annemieke van der Pas die schrijft: Kunst en cultuur en mens kan niet zonder. Aan tafel heb ik inmiddels Jacques Vriends, kinderboekenschrijver. Achtste groepers huilen niet. Ja. Een geweldig succesvol boek, wat ook verfilmd is. En waar een van de initiatiefneemsters van deze prachtige middag ook in heeft gespeeld. Ja. En waarom zit u hier vandaag? Nou, als een beetje met een dubbele pet op. Als kinderboekenschrijver en als oude schoolmeester. Want ik ben 25 jaar heb ik voor de klas gestaan. Waarvan 19 jaar als directeur in het basisonderwijs. Maar dat was nog wel de tijd dat je als directeur een eigen klas had. Tegenwoordig zijn het allemaal managers. Maar ik had nog een paar dagen in de week mijn eigen groep. En dat vond ik heel fijn. U heeft heel veel met kinderen gewerkt. Ja. En u heeft een heel leuk kind meegenomen. Ja. Namelijk Amaila. Amaila, je bent 9 jaar oud. Ja. En over 4 dagen, om precies te zijn, 8 juni, ja, word jij 10. Ja. Zullen we dan zeggen dat je 10 bent? Of ja, zullen we 9? Ja, dat is wel. Ja. Ja. Amaila, waarom ben jij hier? Ik wil een brief voorlezen voor de koning. Ja, want voordat je dat gaat doen, wat ik trouwens heel knap vind en heel leuk vind dat je dat gaat doen, Amaila. Waarom deze brief? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat ik, als meester weet ik, hè, dat cultuur heeft soms een soort woord van, nou, het klinkt een beetje deftig. Maar kinderen op de basisschool, die tekenen, die schilderen, die spelen toneel. Zeker als je de jongste kinderen neemt, kleuters, hè, die spelen van nature toneel. Ik ben de boef, jij bent de politie, ik ben de moeder, ik ben de vader. Die schilderen, die tekenen, die zingen, die dansen. En ik vind het heel belangrijk dat je dat vasthoudt binnen de school. Dat kinderen op die manier het gevoel krijgen voor cultuur. En dat scholen ook naar buiten gaan, naar het theater gaan en naar een concert gaan met de kinderen. Maar goed, als je die kinderen dus daarop wil voorbereiden en je wil ze dat meegeven, dan is het natuurlijk ook wel belangrijk als ze later de kans krijgen om daar ook nog van te genieten. Maar als dat dus daarop bezuinigd wordt of dat verdwijnt, dan is dat weg. Terwijl het heel wezenlijk is, denk ik, voor een mens om daarmee in aanraking te komen. Want u vindt als kinderboekenschrijver dat het ook juist in deze coronatijd heel belangrijk is om boeken te lezen. Absoluut. Waarom absoluut. Juist in deze tijd? Nou, weet je, ik denk dat, laat ik het zo zeggen, als je een boek leest, dat is eigenlijk heel bijzonder, dan gaat er eigenlijk een soort knop om in je hoofd. Want kijk je naar een film of naar televisie, dan is het allemaal een beetje ingevuld, heel veel dingen. Maar een boek, dan gebeurt er hierboven iets. Ja, je creëert je eigen film. Dan maak je je eigen film. Ja. Als ik een verhaal schrijf over kinderen die in een bos lopen, dan heb ik mijn eigen bos in mijn hoofd. Ik woon in Zuid-Limburg en we hebben daar prachtige bossen. Nou, die zie ik dan. Maar als u dan dat boek leest, dan ziet u uw eigen bos. En ik vind lezen ook heel belangrijk voor kinderen en ook voor volwassenen, is empathie. Want je gaat andere mensen, andere culturen, andere manieren van leven, ga je beter begrijpen. Je ontwikkelt empathie. Ja, dat is echt hartstikke belangrijk. Want vooroordelen berusten natuurlijk altijd op onwetendheid. En ja, lezen kan meehelpen om die onwetendheid te verkleinen. Ja? En ik denk ook dat lezen ontzettend belangrijk is, ook handig is. Want als ik noem maar wat, als de juf van groep 6 zegt, nou jongens, we hebben nou de prehistorie behandeld en ik heb jullie van alles verteld en van alles laten zien op het digibord. Hè? Maar nu moeten jullie zelf bladzijde 10 tot en met 20 goed gaan lezen en dan ga ik vragen stellen. Als jij gewend bent om te lezen, omdat je het leuk vindt, hè, dan denk je, ik ga geschiedenis doen. Maar als jij het moeilijk vindt om te lezen, dan denk je alleen maar, hoe kom ik ooit door die 10 bladzijden heen? Dus je werpt in feite ook een drempel op voor kinderen. Je geeft ze veel minder kansen. Over die kansen gesproken, hè? Ja. Zullen we Amaila de kans geven om die brief voor te lezen? Ik vind dat een uitstekend idee. Ja. Amaila, ben je er klaar voor? Ja. Oké, dan ga je gang. Beste koning en koningin, tussen haakjes, ik wilde eerst lieve schrijven, maar zo goed ken ik u ook weer niet. Nou ja, ik heb het nu toch gezegd, maar wel tussen haakjes. Ik zag u op tv in een theater. En u zei dat u cultuur heel belangrijk vindt. Daar wil ik u voor bedanken, want dat vind ik namelijk ook. Er zijn grote mensen en kinderen die cultuur een deftig woord vinden. Natuurlijk is dat niet zo. Want op school tekenen en schilderen we best vaak. Spelen toneel, zingen en dansen en kijken soms een film.
Dat is toch hartstikke cultuur. Heel af en toe gaan we naar een theater, een muziekuitvoering of een museum. Dat zou ik best wat meer willen. Maar dat kan onze school niet betalen. Toch krijg ik door alle dingen die we op school en daarbuiten doen, er steeds meer zin in. Dus ik weet zeker dat ik naar het theater of museum wil blijven gaan, ook als ik van school af ben. Ik wil u vragen of u ervoor kunt zorgen dat ik dit ook echt kan. Niet alleen nu, maar ook later. Natuurlijk weet ik dat u niet zomaar alles kunt regelen. Maar het helpt wel als u goede dingen zegt over cultuur. Wilt u dat alstublieft vaker doen? Veel groeten aan Mayla en alle kinderen uit Nederland. Nou, aan Mayla. Dat zou ik niet zo goed kunnen, hoor. En je wilde de koning dus wat vragen, maar je wilde de koning ook bedanken. En misschien is het een idee, meneer Vriends ook, om iedereen die geniet van cultuur en of werkzaam is in de cultuur, te vragen om de koning een brief te sturen om de koning te bedanken. Is dat een goed idee, Amalia? Ja. Heel goed. Amayla, zullen we het adres dan van de koning geven? Weet jij die? Nee, dat weet ik niet. Die weet ik goed. Paleis Noordeinde, postbus 30412, 2500 GK in Den Haag. Dan krijgt de koning misschien wel duizenden brieven. En dat zou een mooi symbool zijn. Ja? Maar dank je wel voor het voorlezen. Hè. Mag ik u dan vragen, allereerst namens hoeveel mensen gaat u tekenen? Nou, ik wilde eigenlijk tekenen namens een heleboel kinderboekenschrijvers. Maar de voorzitter van de Auteursbond is al hier geweest vandaag. Of gisteren, geloof ik. En die heeft al voor 1600 kinderschrijvers. Dan wil ik uw aantal weten. En mijn aantal is, als ik dan teken ik voor mezelf en voor mijn familie. Die hier ook van harte achter staan. Dus dat zijn 3000 mensen? Nee, dat zijn er 10. De kinderen en kleinkinderen. Ja? U gaat zo meteen voor ons optreden. Mag ik u eerst vragen om te gaan tekenen? Ik ga even tekenen. En Amayla, dan komen wij op 359.517. Veel, hè? Ja, heel veel. Lukt het, meneer Vriends? Mag ik u dan meteen vragen om het podium op te gaan? U gaat iets voorlezen, geloof ik? Ja, ik ga iets spelen. Ik heb zelf een voorstelling, een theatervoorstelling. En het is misschien wel aardig om dat te vermelden, dat ik die speelde ik ook voor scholen. En dan na afloop praat je met leerkrachten en die zeggen dan heel vaak tegen mij, wat fijn dat jullie voorstellingen spelen, want er zijn best veel kinderen die nu voor de eerste keer in het theater komen. Dus het is ook heel belangrijk dat we steeds meer kinderen stimuleren om naar het theater te gaan. En daar kunnen de scholen een belangrijke rol in spelen. En ik ga een klein sprookje spelen uit Grootmoeders Grote Oren, waarin ik de sprookjes heb verteld op mijn manier. We kunnen niet wachten. Goed, dat gaan we proberen. Ja? Zo. Het wordt het sprookje van de Kikkerkoning. Er was eens een prinses, die heette Rosalinde en die had echt het mooiste speelgoed van de hele wereld. Ongeveer 20 hobbelpaarden. Ze had 16 elektrische Barbies. Ze had 85 speeldoosjes. Je kon het niet bedenken of ze had het. Ze was heel erg verwend, maar dat kon ook niet anders. Want ze had een hele rijke vader, die was namelijk koning. Ja? En hoe ging dat dan? Dan ging ze naar haar vader toe, hè. Die zat dan op zijn troon in de troonzaal. En dan ging ze naar hem toe en zei ze, pap, ik wil vandaag een paard, ja? Maar wel een echt paard en niet zo'n stom hobbelpaard, ja? En een beetje vlug, want ik verveel me. Nou, dan stuurde de koning onmiddellijk een dienaar weg. En die stond dan 10 minuten later, stond hij voor de poort met een echt paard, ja? En, nou ja, de prinses reed dan 1 rondje over de binnenplaats. Daarna had ze er weer genoeg van en rende weer naar haar vader. Pap, vandaag wil ik een pop die kan lopen en praten en plassen en poepen. En dat allemaal tegelijk. Maar wel een beetje vlug, want ik verveel me.
Nou, dan stuurde de koning een dienaar weg en die was binnen 5 minuten terug met een pop die kon lopen en praten en plassen en poepen. En dat allemaal tegelijk. En ik moet zeggen, de prinses, nou, die speelde zeker wel 3 minuten met die pop. En daarna gooide ze hem in de hoek van de kamer en rende weer naar haar vader. Pap, pap, nu wil ik een bal, maar geen gewone bal. Ik wil graag een gouden bal. Dan ben ik het enige kind in het hele land met een gouden bal. Ja, en een beetje vlug, want ik verveel me. Nou zijn gouden ballen zijn best moeilijk te vinden. Dus een dienaar was een hele tijd onderweg, zeker wel een halve dag. En uiteindelijk vond hij in een achterafstraatje, in een achterafwinkeltje, een gouden bal. En ik moet zeggen, de prinses speelde zeker wel 6,5 minuut met de gouden bal. Maar ja, daarna rennen ze weer naar de vader. Hè? Pap, pap, nu wil ik een treintje waarin ik in kan zitten en vooruit en achteruit kan rijden. Een beetje vlug, want dit verveelt me. Nou, ze kreeg het treintje, maar het begon de koning ook te vervelen. Dus hij ging naar zijn vrouw, de koningin, en zei... Sibylle? Ja, de koningin heette Sibylle. Sibylle, het is ook nooit goed, hè, voor onze Rosalinde. Ik bedoel, ja, ze vraagt maar en ze vraagt maar en ze vraagt maar. En ze is nooit tevreden. En de koningin zei... Hendrik, ik denk dat je ook een keer nee moet zeggen. Ja, nee zeggen is heel goed voor haar opvoeding. Nou, zei de koning, ik zal het eens proberen. En hij kon het al heel snel proberen, want de prinses kwam alweer de troonzaal binnenstormen en riep, pap, pap, wil ik vandaag, wil ik... Maar de koning zei, nee, nee, nee. Nou zeg, de mond van de prinses viel open, daarna ging die weer dicht en de prinses zei, hé, 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 pap, doe even normaal, doe even normaal. Nee. Nou, je komt nog 1 keer binnen. Ja? Je krijgt nog 1 kans. Ja? Goed. Pap, vandaag weer... Nee. Meisje, luister. Jij wordt veel te veel verwend. Dat is niet goed voor je opvoeding. Vanaf nu krijg je helemaal niks meer. Nou, zeg. De prinses was woedend. En ze stampte met haar voet op de grond en riep... Stomme vader! En de koning zei... Stomme dochter, naar je kamer, ik wil je voorlopig niet meer zien. Nou, de prinses stampte de troonzaal uit, maar ze ging niet naar haar kamer. Nee, ze ging in haar treintje zitten met haar gouden bal. Ja, ik ga lekker in mijn treintje zitten met mijn gouden bal, lekker puh. En dan rijd ik naar het bos, lekker puh. En dan ga ik lekker verdwalen en dan worden papa en mama ongerust, lekker puh. En dan gaan papa en mama huilen. En ze reed met haar treintje het bos in. En na een half uurtje kwam ze aan de rand van de vijver. En daar ging ze zitten en legde de gouden bal naast zich neer. Maar de gouden bal rolde in de vijver. Oh nee, riep de prinses. Mijn gouden bal. En ik was het enige kind in het hele land met een gouden bal. En ze begon vreselijk te huilen. En toen ze bijna geen tranen meer over had, toen zat er naast haar een grote groene kikker. En de prinses zag de kikker en gaf een gil. Ah! Maar de kikker die zei... Wok. 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 Ik ben dan misschien wel geen schoonheid, prinses. Maar ik wil je graag helpen. Ik wil die gouden bal wel uit het water halen, maar wat kreeg ik daarvoor terug? Nou, zei de prinses, een elektrische Barbie... Een speeldoosje? Dat wil ik allemaal niet, zei de kikker. Ik wil alleen maar dat je van me houdt. En dan wil ik uit jouw bekertje drinken. En van jouw bordje eten. En in jouw bedje liggen. En dan wil ik een nachtzoen. Nou, zegt de prinses, moest er niet aan denken. Die enge glibber in het bed. En dan ook nog een nachtzoen. Maar ze zei, ja hoor, kikker, je krijgt alles wat je hebben wil. Nou, de kikker dook in de vijver, kwam even later terug met de gouden bal, gaf die aan de prinses, maar die sprong meteen in dat treintje en maakte dat ze wegkwam. Dag kikker, nooit meer tot ziens. Je denkt toch zeker niet dat ik gek ben en met zo'n vieze vuile kikker in bed ga liggen. Nooit meer tot ziens. En ze reed in haar treintje naar huis. Nou, haar vader en moeder waren zo blij dat ze haar toch nu maar even een klein beetje verwenden. 3 dagen later
De prinses zat aan het ontbijt met haar vader en moeder. Het was haar lievelingsontbijt, warme broodjes met jam en warme chocomel met slagroom. En ze wilde net een hapje nemen van haar warme broodje met jam, toen ze plotseling een vreemd geluid hoorde op de trappen van het paleis. Een klits en klats en klits en klats. En een stem riep: dochter van de koning, doe open! Nou, de prinses die dacht, oh, er staat vast weer iemand voor de poort met een cadeautje van mij. En ze rende naar de poort, maar daar zat de grote groene kikker. En de prinses gaf weer een gil. Maar de kikker die zei, ja, het was een heel aan het springen, maar hier ben ik dan. Hallo! Nou, de prinses gooide de gouden deur dicht, rende terug naar de ontbijtzaal en ging door met eten. Maar ja, haar vader had natuurlijk al lang gezien dat er iets aan de hand was, want de prinses zag heel bleek. En hij probeerde een grapje te maken en zei, oh, zeg meisje, vertel eens, wat stond er voor de deur? Een reus? Nee, zei de prinses. Een kikker. Oh, een kakker, zei de koning. Nou ja, toen moest de prinses natuurlijk wel alles vertellen. En toen ze alles verteld had, zei de koning, meisje, je laat die kakker nu onmiddellijk binnen, want wat je beloofd hebt, moet je doen. Dat hoort bij je opvoeding. Nee, zei de prinses. Ja, zei de koning. Nou, en met trillende knieën liep de prinses naar de poort, maakte die open, tilde de kikker op en liep terug naar de ontbijtkamer en zette hem naast haar bordje neer. Nou, je snapt wel, de kikker begon natuurlijk meteen te smikkelen en te smullen, hè? En toen hij zijn buikje had rondgegeten, toen zei hij, zo, prinses, en til me nu op, leg me in je bedje en geef me een lekkere, dikke nachtzoen. Nee, zei de prinses. Ja, zei de koning. Wat je beloofd hebt, moet je doen. Dat hoort bij je opvoeding. Nou, huilend en jammerend tilde de prinses de kikker op en bracht hem naar haar kamer. En daar zette ze hem in de hoek van de kamer neer en zei, ik wil jou niet in bed, vieze glibber. Nou zeg, toen werd de kikker boos. En die zei, prinses, kom hier en geef me een nachtzoen, of ik roep je vader. Nou, de prinses tilde de kikker op en probeerde hem een nachtzoen te geven. Maar toen werd de prinses ineens heel boos. En ze gooide de kikker op de grond. En ineens was de kikker verdwenen en stond daar een mooie, jonge prins. Nou ja, jong. En Rosalinde die zei, hè? Wie ben jij? En de prins zei, ik ben prins Amodero. Een heks had mij betoverd in een kikker, maar omdat jij me gekust hebt, ben ik weer een prins geworden. Nou, nu vond Rosalinde het helemaal niet meer erg dat die kikker bij haar in bed kwam liggen. En ze bleven in bed de hele dag en de hele nacht. En de volgende morgen gingen ze samen naar haar vader en moeder om afscheid te nemen. Maar eerst bedankte Rosalinde haar ouders nog voor de goede opvoeding die ze had gekregen. En daarna stapte ze met haar prins in het treintje en samen reden ze hun geluk tegemoet.